Welkom bij Café Weltschmerz. Aan tafel Clint van Hoven. Clint van Hoven is initiatiefnemer en organisator van een bijzondere activiteit aanstaande Prinsjesdag in Den Haag. En daar gaat hij alles over vertellen. Het is echt bijzonder. Luister naar Clint. Clint, welkom. Ja, dankjewel Max. Ja. Nou, vertel eerst even wie je bent. Ja. Want we weten hoe je heet, maar voor de rest ja, ben je een nieuw gezicht. Ja, ik ben dus, ik ga toch mijn naam zeggen, Clint van Hoven. Ik heb eigenlijk de Facebookpagina Banners for Free Speech. En die is opgericht om de censuur te ontwijken. Waar we allemaal heel veel mee te maken hebben op Facebook. Ja. Nou, Banners for Free Speech is eigenlijk de paraplu waar ik meerdere initiatieven onder heb hangen. En op dit moment ben ik zelf heel fanatiek met www.landverraders.eu. Klinkt dreigend. Maar ga verder. Ik heb gekozen voor een pakkende naam. Ja. Die mensen gaat triggeren om zeker eens een keer op de website te gaan kijken. De bedoeling van de website is om mensen die nu beginnen te zien dat het allemaal niet meer klopt in Nederland. Dat ons mooie land eigenlijk richting de afgrond gaat. Dat die even een kijkje kunnen nemen en daar eigenlijk de basisinformatie krijgen van wat de normale media niet laat zien. Heel goed initiatief. De 20ste. Wat gaan we doen? Ja, de 20ste ga ik naar Den Haag toe. Ik vind het geen feestelijke dag. Want er zal waarschijnlijk een heel pakket uitgerold worden. Dat weer heel veel centjes gaat kosten van de hardwerkende burger. Daarop ga ik in het zwart gekleed. Ik ga langs de route staan. En op het moment dat ik de mensen zie waar ik het niet mee eens ben, dan keer ik deze de rug toe. Het is geen demonstratie. Maar ik ga er wel staan en naar ik begrepen heb, gaan er al heel veel mensen naast mij komen te staan. En ik hoop dat er nog veel meer mensen gaan aansluiten bij het initiatief dat ik daarin neem. Ja, dan is het dus geen demonstratie. Het is een persoonlijk initiatief. Iedereen komt op persoonlijke titel daar. Ja, ik heb... En mag ook zelf bepalen wanneer die zich omdraait. Dat hoeft niet gelijktijdig bij. Hè? Dus, de een die vindt Maxima geweldig en de ander dus helemaal niet. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat ik me omdraai of juist niet omdraai. Maar dat is allemaal geen probleem. Nou, ik heb gehoord, ik heb al heel veel mensen gehoord die hetzelfde idee als ik hebben. En die zullen op het moment dat de glazen koets voorbij rijdt, zullen die bijvoorbeeld allemaal simultaan zichzelf gaan omdraaien. Ja, interessant. Ik ben heel benieuwd overigens. En ga je dan ook staan op een plek waar camera's zijn? Want dat maakt het natuurlijk interessant. Ik weet dat daar heel veel gefilmd wordt. Ook heel veel mensen met mobieltjes. Ik roep ook iedereen op. Ga vooral zoveel mogelijk filmen, zodat we zoveel mogelijk mooie beelden hebben. En ik ga staan waar de Kneuterdijk overgaat in de Lange Voorhout. Ja. En als backup locatie heb ik de bocht in de Lange Voorhout. Dus als je vanaf de Kneuterdijk de Lange Voorhout inloopt, dan kom je op een gegeven moment een haakse bocht naar rechts tegen. En dat is de backup locatie. Dus wat dat betreft heb ik het voor mezelf goed voorbereid. Ja, je hebt het goed voorbereid. Denk je dat deze informatie ook voor anderen is om het goed voor te bereiden? Nou, ik bedoel bijvoorbeeld de politie. Ja. Ja, in principe doe ik niks verkeerd. Nee, het is geen demonstratie. Ik ga er niet met spandoeken staan. Ik ga er niet met vlaggen staan. Nee. Ik ga gewoon naar de stoet kijken. En als de mensen voorbij komen waar ik het niet mee eens ben, dan keer ik ze de rug toe. Ja, ik vind het een heel bijzonder initiatief. Ik ben ook heel erg benieuwd wat daar het effect van is. Het is niet provocerend. Je kan er geen knuppel voor in je nek krijgen, denk ik. Tegenwoordig in deze tijd is het altijd even afwachten. Ja, maar dan... Ja. Maar ik verwacht het niet. Nee, dat verwacht ik ook niet. Roma's kunnen dus gewoon thuis blijven wat dit betreft. Die kunnen waarschijnlijk ook naar de stoet gaan kijken. En misschien dat die nu ook al beginnen te voelen dat het niet klopt. En mogen best naast me komen staan. Ja, het zou kunnen, dat Roma's ook gevoel hebben. Het zou kunnen. Ja. Oké, vertel even verder. Want er is nog iets meer aan de hand. Je hebt nog meer activiteiten die we even heel kort kan beschrijven. Want de 18e is er ook op het Malieveld, meen ik, een grote manifestatie. Ja. Ja, die georganiseerd wordt door Michel Reinga. Nou, er is een manifestatie op het Malieveld. Alleen, die is niet van Michel Reinga. Nee. Het Malieveld was bezet. Dus Michel's manifestatie die is op de Koekamp. En dat is tegenover het Malieveld. Ja, dat is een verlengde van het Malieveld. Ja, het begint om 1:00 tot 2:30. Er zijn er meerdere sprekers. En ik heb begrepen dat er in Den Haag op dat moment ook heel veel te doen is. Heel veel festiviteiten.
Er zijn optredens bijvoorbeeld. En feestelijke festiviteiten, dacht ik. Hè? Ja, feestelijke festiviteiten. Ja. En ik had begrepen dat het daarom dus ook iets korter duurt. Omdat Michel graag een bakje koffie wilde gaan drinken in Den Haag. En even rond wilde kijken bij de festiviteiten. Oh ja. En, dus ook... is het dan nog wel een demonstratie eigenlijk? Want ik kan me voorstellen, als je boos bent, en er zijn denk ik inmiddels zo'n 17 miljoen mensen boos in Nederland, dat je toch ervan uit mag gaan dat 3% zou langs kunnen komen. Dat is toch een paar honderdduizend. Ja. Die kan je niet opvangen dan. Ik weet niet hoe dat gaat lopen. Dat, dan, ja, dus het is eigenlijk dus, geen demonstratie. Het is eigenlijk van, jongens, kom gezellig, we gaan feest vieren daar. Nee. Michel die gaat dus een eentje koffie drinken. Oh, die gaat dus een eentje koffie. Ja. Okay. En wat ik verder weet is dat inderdaad de gewone burgers zijn allemaal festiviteiten geregeld. Ja. Omdat het Prinsjesdag is. En ik weet bijvoorbeeld ook, je kan gaan varen, je kan een bootje huren. Je kan in de Hofvijver kan je gaan varen. Okay. Ik had wel opgevangen. Oh, ja, dat is wel heel interessant. Ik had opgevangen dat er ook 10 vrijkaartjes voor uitgedeeld worden om de meest vrolijke uitgedoste mensen. Ja, en dan heb ik een beetje een fantasie, maar dan hoop ik dat het mensen zijn die dezelfde mening als ons hebben. Ja. En dat die eens een bootje gaan zitten met een vlag op de kop of zich lekker op die manier gaan uiten. Want ja, in de Hofvijver is het wel erg mooi natuurlijk, onder het kamertje van Mark Rutte. Dus de 18e is er een demonstratie en festiviteiten. Ja. De 20e hebben we Prinsjesdag. Dan staat iedereen met zijn rug naar de Gouden Koets toe. Nou, verder is er nog veel meer, heb ik begrepen. Maar daar moeten we het nu niet over hebben. De kijkers die kunnen onder deze video kunnen ze doorlinken naar de website van de organisatie. Daar staat alles keurig op een rijtje met data en tijden en locaties. Maar voordat we het eindigen, want je bent toch een nieuw gezicht in. Ik heb jou nooit eerder gezien. Nou ken ik niet iedereen. Nee, ik heb corona. Ik was in paniek rond de jaarwisseling. Maar toen het eigenlijk in Nederland losbarstte, had ik al in de gaten dat het niet klopte. En toen ben ik begonnen met heel veel gewoon delen op Facebook. En toen kwam op een gegeven moment de censuur, die kwam om de hoek kijken. En de zogenaamde Facebook jail. Ja. Nou, toen heb ik een tijdje bij Defend gezeten. Omdat ik persoonlijk vind, je kan wel eens ergens een mening over hebben. En ergens over meepraten als je daadwerkelijk meegemaakt hebt. Dat is hetzelfde met een demonstratie. Als je vooraan staat en er treden Romeo's op, dan heb je een hele andere beleving van de demonstratie als wanneer je in het midden hebt gelopen. Ja, want dan krijg je daar niks van mee. Nou, bij Defend zat ik met heel veel plezier. Ik draag die jongens ook heel veel respect toe. Ik vind het zelf persoonlijk een heel mooi initiatief. Alleen toen hoorde ik van de mondkapjesplicht en dat in België kinderen vanaf 6 jaar oud een mondkapje op moesten heel de dag in de klas. Ja. En ja, voor mij het belangrijkste, wat mij het meeste aangrijpt, zijn de kinderen. Hun heb jij toekomst. Zelf ook kinderen? Ik heb zelf 3 kinderen. 3 kinderen, hoe oud zijn ze? Gisteren is de oudste 9 geworden. Oh, ik heb eentje van 6 en ik heb eentje van 2,5. Alle 3 meiden. En je maakt je daar zorgen over, neem ik aan? Nou, mijn eigen kinderen, ik probeer een zo goed mogelijk opvoeding mee te geven. Daar maak ik me nog niet zoveel zorgen voor. Wel voor de toekomst waar ze in terechtkomen. Ja. Maar die toekomst die delen ze met alle andere kleine kinderen. Ja. En ik vind gewoon dat we met z'n allen samen moeten opstaan. Ja, eens. Om die toekomst veilig te stellen voor onze kinderen. En niet de toekomst die het World Economic Forum voor heeft voor onze kinderen. Daarom zijn we hier. Ja. Hè? En hartstikke goed om dit te horen. En je gaat gewoon hiermee door, met nieuwe acties, et cetera. Ik ga door, dit zit in mij. Ik ga uit van positiviteit, maar we moeten blijven opstaan. Ja. En ja, in Nederland is gewoon een hele grote speel in dit spel. Die speelt een hele grote rol. En ik weet ook dat wij het verschil gaan kunnen maken vanuit Nederland voor de rest van de wereld. Denk ik wel. Dus als we alle neuzen... De massa moet echt gewoon groeien. En vandaar ook dat je nu overal hoort verbinden. Je ziet het in België, je ziet het in Canada. Je ziet het bij Chris Sky, die nu met de verbindingstoel bezig is. Het is, we zijn echt allemaal internationaal aan het gaan. Ja. En ook Weltschmerz is internationaal aan het gaan. En dat is ook de enige manier om het echt te doen keren. Ja. Want we kunnen misschien het kabinet Rutte wel op een gegeven moment wegsturen. Hoewel dat heel moeilijk is. Maar daar heb je de wereld nog niet mee veranderd. Dus het is heel goed dat we verbinden en verbinden en verbinden. En alle
ongelijkheid proberen te overbruggen. Ja. Hey, ik hoop je vaker te zien, want als jij hiermee bezig bent, dan willen we je graag terugzien. Ja, dankjewel. En heel veel succes in Den Haag. Ja. Wellicht zijn wij daar ook met camera's en zullen we er wat opnames van maken. Dan hoop ik dat wij het wereldnieuws gaan halen. Ja. Dus hopen kan je altijd. Dus ik wil nu ik dit hoor, iedereen oproepen. Kom alsjeblieft naast me staan. Ja. Wij gaan hier een heel mooi statement mee kunnen maken. Ja. Het is vredelievend, zoals het hoort. En verbindend. En vooral geen vaccinelichtjes bij je hebben? Nee, ook geen fakkels. Laat de fakkels thuis. En, precies. Hey, dankjewel. Ja, dankjewel, Max. Hey, veel succes. Dit was het. Tot de volgende keer.